Mijn naam is Pieter Kapitein. Ik ben cardiothoracale chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. Mijn specialisatie is cardiothoracale chirurgie. Dat is het specialisme wat zich richt op de behandeling van hartafwijkingen en die we middels een chirurgische therapie kunnen verhelpen. Daarnaast opereren we ook patiënten met longafwijkingen. En dus je zou kunnen zeggen dat de cardiothoracale chirurg zich richt op alle organen binnen de torusholte, behalve de slokdarm. Mijn aandachtsgebied is om te kijken naar welke methoden we kunnen gebruiken om patiënten minder invasief te behandelen. We kijken dus bijvoorbeeld naar een dotterbehandeling, of die net zo goed is als een chirurgische bypassoperatie. We kijken naar of een transkatheterklepbehandeling net zo goed is als een chirurgische aortaklepbehandeling. En we zijn daarnaast aan het kijken of we een klep kunnen ontwikkelen die levenslang meegaat. In Nederland worden jaarlijks zo'n 4000 patiënten aan hun hartklep geopereerd. In het Erasmus MC opereren we zo'n 1280 patiënten aan hun hart jaarlijks. En van die 1280 zijn er zo'n 400, 450 patiënten die een hartklepvervangende therapie of een hartklepherstellende therapie nodig hebben. De kunstmatige hartkleppen hebben afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Traditioneel moesten we altijd patiënten opereren waarbij we het borstbeen openmaken, het hart aansluiten aan de hartlongmachine. Dan de grote lichaamsslagader openmaken of zelfs inwendig in het hart moeten opereren. Tegenwoordig kunnen we ook met een kathetergebonden behandeling een hartklep vervangen. En dat is een veel minder invasieve ingreep. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook steeds kijken of het resultaat op lange termijn hetzelfde is als voor de chirurgische therapie. Vandaar dat we veel onderzoek doen naar de vergelijking tussen de transkathetergebonden klep en de chirurgische hartklep. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een tissue-engineered hartklep. Dat wil zeggen dat we een klep implanteren die cellen aantrekt vanuit de bloedbaan. En die cellen gaan zich vermenigvuldigen en gaan op een gegeven moment een nieuwe hartklep vormen. Het geraamte wat we eerst hebben ingebracht om die bloedcellen te vangen, die verdwijnt na een aantal maanden. En het resultaat is dat je dan een klep over hebt die uit eigen weefsel is gemaakt. Ja, we verwachten dus dat deze klep hopelijk alle andere kleppen kan gaan vervangen. Dat de klep zal zijn die levenslang meegaat en ook de potentie heeft om met een patiënt mee te groeien. Als je zo'n klep dan implanteert bij iemand onder de 18 jaar die nog in de groei is en waarbij eigenlijk ook de hartklep zou moeten meegroeien, dan zal zo'n tissue-engineerde hartklep een groot voordeel hebben, omdat die patiënt dus ook maar één keer dan hoeven geopereerd te worden en niet meerdere keren omdat de klep uiteindelijk te klein is geworden voor de patiënt. Dat zou natuurlijk een enorm voordeel zijn dat je geen nieuwe operatie hoeft te ondergaan, omdat zo'n operatie altijd weer iets meer risico met zich meebrengt.